Hallo, ik ben Desiree Stokkel en het is 22 september 2015. Ik ga iets uitleggen over de geweldstornado die Nederland kan verwachten door de opvang van vluchtelingen. Momenteel worden verkrachters, moordenaars geknuffeld door het Rode Kruis. En dat betekent dat de criminele vluchteling zich aanpast om te krijgen wat hij of zij hebben wil. Maar op termijn betekent dat iets anders. De criminele vluchteling zal ontdekken dat de Nederlandse bureaucratie een fascistische bureaucratie is. En dat het Nederlandse volk heel erg oppervlakkig en schijnheilig is. De Nederlandse bureaucratie maakt dat de vluchteling terug wil naar zijn of haar thuisland. En waarom? Nou, ik heb dat zelf meegemaakt. Die vluchtelingen. Die willen eigenlijk helemaal geen huis en uitkering. Kijk, dat is iets wat ze willen omdat ze het normaal vinden dat ze dat krijgen in Europa. Maar wat ze willen is de vrijheid hebben om het land te bouwen in Nederland dat zij in bijvoorbeeld Afghanistan of Syrië niet kunnen bouwen. Dan ontdekken ze dat dat niet kan. Want er zijn geen banen, er zijn geen huizen. De uitkering is helemaal niet zo hoog als ze aanvankelijk dachten. En dan krijg je dat ze terug willen. En om terug te kunnen moeten ze liegen. Moeten ze naar de ambassades en moeten ze liegen. En dat gaan ze doen. Maar zolang dat allemaal niet geregeld is, worden ze vervelend en agressief. Ik verwacht dat we te maken gaan krijgen met heel veel straatgroepen, straatbendes. Hang mensen die overal maar rondhangen. En ook mensen die heel veel gaan slopen, vandalisme en. Zullen stelen. En nou is het probleem dat onze ondernemers willen dat Nederland een fascistisch land is. Onze ondernemers willen dat Nederland een politiek systeem heeft dat maar voor enkele goed is en dat voor het volk beschadigend is en ze willen ook de democratie uitsluiten. Je ziet nu dat het volk helemaal geen inspraak heeft. Het volk heeft ook helemaal geen mogelijkheid om asielzoekers tegen te houden. Het volk moet zich laten vertellen, ja, we luisteren naar jullie, we nemen een besluit en vervolgens gehoorzaam je. Nou, dat is dus fascisme. Als het volk geen enkele stem heeft, dan krijg je criminaliteit, geërgerd gedrag vanuit het volk. Maar je krijgt ook dat de mensen die altijd deel hebben uitgemaakt van die elite in Nederland, nu gaan ontdekken. Dat ze door hun eigen elite worden gedegradeerd, want ze worden geconfronteerd met allerlei gedragingen van vluchtelingen. En dan ineens is de burgemeester er niet meer, of is de commissaris van de koningin er niet meer, of is de politie er niet. Is er geen advocaat die de waarheid vertelt? Dus doordat de elite moordenaarsclub de waarheid in Nederland laat verdwijnen en omzet in moord op bepaalde groepen, worden de vluchtelingen gewelddadiger en die worden op een hele. Oncontroleerbare, versnipperde manier gewelddadig. Ze hangen samen, maar ze zijn allemaal individueel afgeknapt. Ze zijn allemaal individueel crimineel. Je moet ook niet vergeten dat je de drugsdealer, de verkrachter of de moordenaar nooit via knuffeltherapie uit het lichaam kan halen. Je kan de duivel niet verdrijven door te knuffelen. En dat gebeurt nu wel. Dag.